Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag de beste dag van de week te pakken. Vanochtend vroeg zijn er nog wat mistbanken, maar die lossen snel op. En daarna hebben we een flinke zonnige periode en slechts een enkele bui. Vanochtend vallen die enkele buien vooral in de kustprovincies en in het binnenland schijnt de zon flink. De lucht is nog wel koud, dus de temperatuur ligt vanochtend rond 13 tot 15 graden. Vanmiddag wordt het dan een graad of 18, dan verplaatsen de buien zich langzaam naar het binnenland. Maar ook dan houdt het droge weer de overhand en de zon blijft flink schijnen. De wind komt uit het zuidwesten, waait met 2 tot 4 bevoor. Het wordt gemiddeld 18 graden. Vanavond trekken de buitjes weg, is het 14 graden. En vannacht neemt dan de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten al regenen. Morgen overdag blijft het flink nat in het noordwesten. In het zuidoosten blijft het de hele dag droog, daar komt de regen pas in de avonduren. In Limburg 20 graden, in de regen 15 à 16 graden. Zaterdag en zondag hebben we wisselende bewolking en enkele buien. Met vooral zaterdag ook kans op onweer. Maandag gaat de temperatuur misschien iets omhoog, maar ook dan vallen er buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl